Hallo allemaal, het is Gezin met die kamer en Gamer en Redoopje. En vandaag spelen we weer Let's Play 2 van Mario Kart 8. Hopelijk zonder enige problemen. Want voor jullie een paar geleden, ging het spontaan stoppen. Ik hoop niet dat het bij deze ook het geval is. Maar goed, we gaan lekker aan de slag. En zo te zien kies ik weer een ander personage. En ik moet nog joinen. Goed, ik kies Luigi, ik kies Larry. Ja, Larry is ook een favoriet speler van mij. Ja. Nee, maar dit is echt mijn auto. Dus ja, ik hou van deze. Dit is mijn quad. In ieder geval, Order? Huh? Ja. Is dit order? Order. Ja. In ieder geval, ik ben heel erg tevreden met de update die Nintendo op 27 augustus gaat uitbrengen. Ridwan, wat vind jij eigenlijk de leukste of de beste verbetering van de update die komen gaat? Nou, dat je meteen op next stage kan. Inderdaad, dat is wel een hele slick stats. Ja, zeker wel de stats, man. De stats? Ja. Die heb je erg gemist? Ja, je kan niet eens zien hoeveel munt je hebt. En Willem, wat vind jij de beste stats? Muntjes. Muntjes, ja. Weet je, het is heel raar, want jij zit ook al tegen mij vorige keer. Dat had ze eigenlijk al lang in het spel moeten implanteren. Ik weet niet waarom ze dat... Weet je, of het zo moeilijk is om stats... Nee, ik denk dat gewoon... Wie de fuck speelt als Cooper? Ik ben. Ah. Oké, dat was een hele mooie. Dat was een hele mooie. Best wel, is dat niet heel erg eigenlijk dat hij gewoon een dode Koopa vasthoudt? Je zegt dat hij dood was. Nou, ik zie er geen leven in. Ik zie de next levens in zitten, dus... Als Mario op een Koopa springt, dan is hij niet dood. Dan gaat hij terug in zijn schel. Nee, dan is hij dood. Dan ontploft hij. Dan is hij dood. Doder kan niet dan dat. Want... Inderdaad. It was at this moment. En ik word geraakt door mijn eigen... Ik moet met Luigi spelen, echt. Larry, jongen, wat de heck. Je stelt me echt teleur. In ieder geval, ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat echt gewoon een dode bodypart is van Koopa. Maar het blijft wel heel obscuur dat een Koopa zijn eigen, of in ieder geval, zijn eigen bond genoeg. Je is als moeder. Je is als broertje. Neefje. Moesje. Maar is er... Irritante tante. Is er überhaupt wel onderscheiding tussen een mannelijk mannetje en een vrouw? I don't know. I really don't care. Wat de heck heb ik een fucking green shells op plek 3? Wat de fuck heb ik gedaan? Zelf gewoon. Ja, dat had ik net gedaan. Goed zo, goed weet. Nee, goed. Ik heb. Ja, ik word weer. Oh, ik dacht dat ik geraakt zou worden door mijn eigen. Nee, nou, ben ik nou legit gevallen? Ben ik nou legit gevallen? Oh, hell no. Nou, mij kan je alvast nomineren voor de noob van de dag. Ik, dat kan ik zeker zeggen. Het gaat zo fucking slecht. Als ik nu nog eerst sta, dan weet ik het ook niet meer. Dan ga ik een lolly kopen voor je. Oké, goed. Ik kan tenminste nu wel een lolly eten. Maar het is zondag. Zondag is lolly dag. Goed, oké. Hoe de frick ga ik dit doen? Ik weet niet. Oh, ja, oké. Ik heb een... ja, ik weet niet, hoe heet deze ding? Nee, deze is Super Mushrooms, toch? Hoe? Queen Mushroom. Ik weet het niet. Oh yes, ik heb een... Ah, what the fuck heb ik gedaan? What the legit fuck heb ik gedaan? Ik heb er geen ene fuck aan. Nou, wel voor mij, dat is nog... Ik heb er... Boink. Denk het! Goed, derde plek, ben ik blij mee. Ik kan ermee leven, gelukkig. Jij eindelijk de eerste. Next race, hoe gaat opname? Opname gaat ook lukken. Ja, oh, niet corrupt. Niet dat Rock Show weer vies gaat doen, hè? Fucking Rock Show. Hé, Rock Show, hè? Hé? Ja, kom komt vechten dan, hè? Ja. Hij durft niet tegen de PVR, vandaar dat we hem niet kochten. Oh, kijk, straks gaat hij uitvallen. Ja, hij is uitgevallen. Oké, dit is een level. Dit is een circuit welke ik in het begin erg van hield. Ik hield echt van dit parcours. Maar sinds ik online aan het spelen ben. En ik ook vaak op dit parcours terecht ben gekomen, heb ik er frickin' haat aan gekregen. Echt, ik weet niet wat het is, maar.
Qua originaliteit vind ik dit wel een leuk parcours. Moet ik eerlijk toegeven. Maar het eindstuk is een beetje lame, vind ik. Beetje... Oh, hoe de fuck maak ik jou? Dang it. Ik heb zoveel pech, hè. Ik speel opeens met Larry en ik heb fucking veel pech. Maar het ergste is het dat hij niet eens voor jou was bedoeld. Ja, het is gewoon random. En het is gewoon Mario Kart. Zo gaat het. Zo gaat het werken. Vandaag zijn trouwens ook de plannen om een update video te gaan maken. Dus, Hij gaat niet terecht, laat ik. Echt? Die komt ook nog op het menu te staan. Wie is het eerste? Ik moet even wennen aan... Niet boosten. Wacht even, wie was Toto Koei? Oh ja, Toto was dit dan. Oké. Dus die moet ik... Yes, ik heb hem! Holy shit! Holy scheisse! Ik had daar geluk mee. Ik had er echt super geluk mee. Heb ik die Red Channel ontweken omdat ik onderging? Nee, je hebt die Red Channel ontweken omdat ik liet exploderen met mijn bom. Oh, oké. Okay. En zo te zien heeft Willem een Red Shell die hij nu op Rilland gaat gooien. Je staat vaak vroeg eerst, nu mag je dan een keer eerste worden van mij. Jullie zijn echt een stelletje douchebags. Maar ja, zo. Lekker douchebag! Zelfde persoon die pakken! Hey, je raakte mij fucking met de bierzo, jong! Ja, dat was ook niet leuk voor mij. Maar goed, dat doet het niet toe. In ieder geval, ik word sowieso genomineerd van de Noob voor de Noob van de dag. Dus dat is ook goed uitgekomen. Goed, Rilland staat aardig ver voor, dus ik moet hem... Ik ben zo bang. Ah, fuck, ik wist dat deze. Ja? Ben je geraakt? Oké, hier. Ik ga jullie met green shells raken. Dus wees voorbereid, zou ik zeggen. Wees voorbereid. Wees voorbereid. Ik ben met almacht er echt van echt te raken. Maar wie? Ik? Oké, ik heb hier een piranha plant. En ik heb mijn bokken verbouwd. Echt? Oké, ik kom eraan. Ik sta tweede! Yes, ik sta tweede! Mooi. Nu Rilland nog. Nu staat alleen Rilland nog. Ik moet hem proberen te... Oh nee, jongen. Ik raakte hem nauwelijks. Echt? Echt het puntje van de tram die raakte. Waarom heb ik een freaking muntje? Alsjeblieft. Maar ik heb hier een boost. En zal ik sneller zijn en ik ben sneller. Ja. Net de tijd. Net de tijd. Tweede plek. Gelukkig. Ik ben niet laatst beëindigd. Dus dat is... En holy shit, 8-3-3. Dit dan begint wel een hele grote concurrent te worden voor ons, Willem. We moeten hem proberen terug te pakken. Jij moet hem proberen te pakken. Gaan jullie bij alle twee gangen? Nee. Zeg, jij moet hem terug. We gaan niet gangbangen. Oh, dit! Twisted Mansion. Op, leuk. Ik haat dit level in het begin, maar nu vind ik het echt fucking. Volgens mij, ik durf het niet te zeggen, is dit de allereerste parcours die ik heb gespeeld in het spel. De allereerste. En dat was volgens mij samen met jou, Willem. Nee, de mijne was sinds zijn airport. Nee, maar dat was samen met jou. Dat we Mario Kart 8 voor het eerst gespeeld hadden bij op First Look. We gaan dit jaar trouwens ook naar First Look. Nee, dat was Toadpie. Was Toadpie? Toadpie was de eerste map die we gespeeld hebben. Are you sure? Ja. Oké. Nou, dat was Toadpie. Heb ik hem geraakt? Oh, fuck. Heb ik niemand geraakt? Ik heb niemand geraakt, maar ik ben wel geraakt door een... door Willem. Met zijn desbetreffende... Wat? Ja, die heb ik gemist, jongen. Die heb ik gemist. Vond je lekker. Nee, maar ik vind dit... Ja, als we het gaat hebben over... Kom maar, het is echt zo... Kijk, op mijn scherm zie je gewoon dat je letterlijk iemand raakt. Heb ik hem nou verspeeld? Ja. Dang it. Nou, maar in ieder geval, ik vind dit spel... Dit parcours vind ik zo... douchebag. Ah, kut. Ik zit aan het kijken. Ik wou je met alle macht raken. Maar ik bedoel, ik... Nee, ik vind het een heel creatief parcours. Maar ik moet eerlijk toegeven, wat vinden jullie eigenlijk van het hele anti-zwaartekracht effect? Oh, leuk. Holy shit, holy shit. Oh, nee, maar ik bedoel, misschien een groot verschil of zo, of iets in de richting. Ja, het is logisch. Ik heb er wel, even serieus, als je battle doet, balloon battle, ja? En je gaat daar bij zo'n steeds stilstaan, als je op de kop zit, ja? Dan begin ik wel echt van, yo. Oei. En dan zeg je wee, 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 w
Ja? Ja, dat is wel waar. Dat is een shame. Zal ik zeggen waar ze het eigenlijk wat ze eigenlijk wilden gaan doen? Hun eerste. Hun eerste intentie was namelijk dat je kon diggen tijdens het rijden. Dus stel ik ben nu aan het rijden. Oh nee, dat lijkt me zo fijn. En dan zou je nu op een knop gedrukt hebben. What the fuck. En dan zou je bijvoorbeeld... Hoe de fuck ben ik dit geraakt? En dan zou hij dus ondergronds ook omgekeerd op een ander punt komen. Dus. Ja, dat zou vet zijn, maar dat zou heel veel details moeten kosten. Ik weet. Heel veel kind te vet. Ik ben gelukkig. Holy shit. Holy shit, holy shit. Yes. Kan ik. Thank it. Ik sta derde, dit is niet echt mijn potje. Dit is niet echt mijn potje. Dit is niet echt mijn potje. Holy shit, we zijn allebei niet geraakt door die. We hadden zes. Waren zes screenshots. Hoe de fuck ben ik niet geraakt? Ik zat er eens op te letten, maar dat was zo vet. Er waren zes screenshots. Ik kijk hem wel terug als hij op YouTube is, want ik was gewoon te focussen op mijn scherm. Er waren zes screenshots. Holy shit, er waren. Fuck jou Nintendo, schiet op met cut-up, nee. Ja, dat is toch een kijk, dan ben je zo tenst weer op A drukken, wil je doorgaan, maar nee. Druk! Oh, hoeveel races hebben we nog? We hebben nog eentje volgens mij, toch? Ja, nog eentje. Holy shit, dit is de derde. Nee, de laatste. Ja, final. Hoeft niet. Hier. Kan die Koopa niet gewoon met zichzelf gooien? Laat ik het wel even kiezen. Nou, je had in Double Dash, zeg maar zo'n special. Ze hadden allemaal specials, ja. Toch daar? Ja, en dan nog Koppa had dan drie green shells. Jezus, vijf, dat waren mooie tijden. Ja, heel veel. Hij had gewoon vast alsof hij een jongen leren. Ja, de red shells en dan de red Koppa, de Koppa, die was dan overpowered. En die kreeg vijf red shells. Inderdaad, ik wil wel, ik moet eerst... Fuck, ja, dat kan je nou allemaal niet. Maar in ieder geval, Double Dash is echt... Daar komt ook de fireball vandaan, denk ik. Van welk spel? Je kent Double Dash van Mario, want in dit spel is de fireball een item. In Double Dash kun je alleen Mario krijgen. Waar krijg ik hem dan? Ja, dat klopt. Luigi dan de groene fireball. Dat is waar, dat is waar, dat klopt. Nee, was geen fireball. Dus fireball. In principe is het eigenlijk niet nieuw dan, want... Nee, want in Double Dash dan... Er waren al specials inderdaad. Ja, Mario en zowel Luigi konden... Ja, Luigi had groene en Mario had rode. Dus ja, eigenlijk zijn ze ook niet nieuw dan. Want ze zijn dus al eerder gebruikt in Double Dash. Ja. Maar goed, ik vond het... Ik heb ook weer geen één stuk geraakt, natuurlijk met Firecloud. Echt? Ook helemaal op de rechte weg en handen. Ik moet eerlijk toegeven, ik vond de specials in Mario Kart Double Dash super leuk. Baby Mario, die waren al. Change-up, ja, Change-up was of Van Bowser vond ik ook super vet. Echt zo'n frikke grote King Bowser schild, King Bowser, ja, King Koopa schild had. Weet je, ik denk ook dat jij een green shell hebt, Willem. Oh ja, je ging er bijna. Maar ik dacht echt dat je een green shell had, omdat je dus een Koopa bent. Zelfde kleur, zelfde shit. Oh, nu heb je er wel eentje, holy shit. Ik moet echt oppassen voor Willem. Want als Willem wint, dan... Hè? Dan? Ja, dan kunnen de rollen omgedraaid worden, ik ben benieuwd. Maar ik moet eerst Willem graag nemen. Ik heb toch fucking niks aan een... Oh shit! Wel, je kon dat shortcut gebruiken. Ja, dat kan, maar ik... Die is maar, jongen, daar ben je zo... Ik heb nog nooit gedaan. Ik heb hem al... Ik heb net nog. Wie staat... Jongen, wie staat niks voor? Echt? Geen rechte weg. Je moet gewoon een beetje... Ja. Fuck, ik heb... Kom op. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Kom op, nee! Fuck. I came in like a fire. dang it. Ik sta laatste. Oh yes! Yes! De lijstje had ingehaald, dan stond ik dat had ik eerste gestaan. Echt? Ja. Holy shit. Jammer. Maar dan goed. Dan had hij 9 punten. Oh ja, dus inderdaad. Doet hij de app. Goed jongens, dit was part 2 van Mario Kart 8. Wandelende vuurballen van Justice. Yep, zo gaan we deze, zo gaan we deze part noemen inderdaad. Goed, dit was de Flower Cup. Wij bedanken je voor het kijken. Rockshow, wij bedanken je ook voor het meewerken aan deze part. Want ja, zonder jou is het natuurlijk nooit gelukt.
In ieder geval, wij bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Yo! Yo.